De Vereniging van Boothouders in het district Kommewijnen, VBDC, zal erop toezien dat de leden niet in actie gaan zolang de regering zich houdt aan de gemaakte afspraken. Dit bevestigt secretaris Mujono Tirto Taruno, die ook aangeeft dat de samenleving niet gedupeerd zal worden. We gaan ervan uit dat er dus goed communiqué is tussen de vereniging en het ministerie. En aan de hand daarvan kijken we dus uit naar uiteindelijk de zaken precies hoe ze zullen manifesteren. Maar intussen hebben we dus wel goede hoop. We gaan ervan uit dat de dingen goed zullen aflopen. De VBDC had vandaag een gesprek met de leiding van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme over de gemaakte afspraken en de eisen van de boothouders. Tirto Taruno hoopt dat de regering de vraagstukken spoedig zal gaan oplossen. Het verhogen van het boottarief is vooralsnog niet aan de orde gekomen. Nou, er zijn nog geen gesprekken geweest daaromtrent. De financiële gesprekken die vinden pas één van de maand plaats en het is een beetje lang. Maar we willen het volk niet duperen. Dus de boten varen nog wel normaal. Maar het is een beetje lang om pas na een maand financiële gesprekken aan te gaan.